beste Max, wederom bedankt. Dat was een hele fijne op Silverstone, hoor. Ja, keine tranen. Natuurlijk had jij op het podium moeten staan. Maar raceliefhebbers over de hele wereld waren in hun nopjes. Want er waren op Silverstone betere en langere gevechten dan een avondje Rico tegen Badden. Mercedes, ja, die lijkt dit seizoen wel een beetje op mijn bedprestaties. Het gaat allemaal net even te snel om er echt van te kunnen genieten. Ze hebben simpelweg de beste auto. Dat is net zo duidelijk dan dat er bij Haas een echte kriek op komst is. Die Grosjean en Magnussen, die zijn toch compleet de weg kwijt. Ik weet niet wat er in zo'n rich energy drankje zit, maar na één blikje is het volgens mij al armoedtroef. Zijn er überhaupt blaastests voor rich energy? We hadden die een bezopen weekend, zegt. Dan heb je een sponsor die eruit ziet alsof hij uit een Mad Max film is gewandeld. He, net zo gestoord is als Mel Gibson na Team Bier. Als team zijn ze bijna net zo failliet als de Intertoys. Zeg maar gerust, ze zijn bijna het haasje. En wat doe je dan als rijders van dat team? Elkaar helemaal naar de kloten rijden. Dan wil je toch gewoon ontslagen worden? Wat een sukkels. Dat is hetzelfde dat je tegen de baas zegt tijdens de kerstborrel. Hey, baas, ik heb gisteren met je vrouw geslapen. Mag ik dan nu de kerstbonus? Mercedes mag dan heersen. Het gevecht met Ferrari wordt leuker en leuker. Achter Leclerc de pit inrijden en hem inhalen omdat de pitstop van jullie een paar tienden sneller ging. Och, Max, hoe gaaf is dat? Dat is een teamprestatie, hoor. Tja, en Vettel? Ik weet, het is racen. Kan gebeuren. Verkeerde keuze op verkeerde moment. En hij heeft jou, Max, netjes zijn excuses aangeboden. Maar het blijft wel een Duitse, hè? Die verroekte Vettel. Die zwijnenhond. En natuurlijk mag ik het er anno 2019 niet meer bijhalen. Het is lang geleden und das war einmal. Die wond is geheeld. 9-9-9. Klaar ermee. Vettel heeft het in zo'n 40, 45 tiende van een seconde weer helemaal verneukt. En ik heb het weekje Winterberg deze winter al geannuleerd. Ik ga wel weer gewoon naar de hunnebedden in Drenthe. Want ja, zo ben ik. Ik bedoel, bij elke andere rijder had ik gewoon gezegd, dit hoort erbij hoor, dit is racen. Op het randje rijden. Maar die verrukte Vettel, die pist altijd over het randje. Lekker van achteren aantikken, klootzak. Nou ja, voor een klootzak heeft hij vrij weinig ballen. Maar het is tijd, Max, om Vettel te helpen aan zijn totale ondergang. En waar kun je dat dan nou beter doen dan in zijn geboorteland? Duitsland. Aankomend weekend is je kans, Max. Pak Vettel keihard terug op Hockenheim. Daar heb je ook geen drie tips voor nodig. Dat kun je met één wel af. Der Tod hoorde die gladiolen. Alles of niks. Vettel begint namelijk al scheurtjes te vertonen. Hij merkt dat hij bij Ferrari nooit zal worden wat Schumacher ooit was. Sterker nog, zijn nieuwe collega, it is I, Leclerc. Ja, die zegt nu al tegen het team, hallo, ik ben beter. Zet mij maar op één. En dat vindt Vettel niet leuk. En dan staat hij onder druk. En dan gaat hij foutjes maken. En daar, Max, ga jij hem aankomende zondag mee helpen. Op zijn thuisbasis. Onder het toeziend oog van al zijn fans. Wann Vettel een krieg wil, bekomt er einen krieg. Want vergeet niet, Max, ook jij bent van Duitse bloed. Lass den Leeuwen der Adler kapot machen. Op naar Duitsland. Wat? Ah, nee. We'll be right back.